Welkom bij Club Easy Active. Ik ben Esmeralda en vandaag doen we een total body workout met de bal. Als je nou geen bal in huis hebt, dan kun je kiezen voor een alternatief zoals een kleine bal of een waterflesje die je kan vasthouden. We gaan 2 rondes doen van 7 oefeningen. We werken 45 seconden per oefening en hebben tussendoor heel eventjes rust. Ik werk met de timer, die ga ik aanzetten en als we zover zijn dan gaan we beginnen. En actie, even kijken. Oké, hij gaat aftellen. 3, 2, 1, je gaat staan. Voeten onder de heupen. Je maakt een squat en de bal gaat omhoog. En de bal doen we schuin omhoog. Zo werkt je bovenlichaam ook mee. Zet je buikspieren goed op spanning. Duw die billen naar achter. Laat je knieën in één lijn gaan met je tenen. Probeer je bovenlichaam mooi rechtop te houden. Yes. En zo zijn we alweer onderweg met de eerste oefening. We zijn over de helft heen. Blijf die armen strekken. Kijk goed vooruit. Binnen naar achter. Als het niet lukt om een diepe squat te maken, maak je gewoon een wat lichtere squat. Yes. Als die tenen maar in één lijn blijven gaan met de knieën. Alsof je in een stoel gaat zitten. Yes, en dan gaan we door met de volgende oefening. Je hebt even tijd om te wisselen. We gaan liggen op de rug. Je legt je enkels op de bal. We gaan de achterkant van de benen trainen. Handen leg je neer in de vloer. Let op, we gaan weer beginnen. Je lift je heupen en je trekt de bal naar je billen. Dus eigenlijk je hakken duw je in de bal en trek hem aan. Belangrijk dus dat je buikspieren op spanning staan, anders ga je alle kanten oprollen. Is het nou te moeilijk, leg je je onderrug op de vloer en trek je je hakken weer terug, knieën richting je gezicht. Dat is de optie die je hebt. Als je hem toch lekker wat zwaarder wil pakken, lift je die heupen. Je hoofd en schouders mogen op de vloer blijven. Je mag ze ook van de vloer afhouden. Probeer die nek te ontspannen en de schouders te ontspannen. We zijn er alweer bijna. Hij gaat aftellen. En rust. We gaan liggen op de zij. Jouw bovenlichaam komt op de bal te liggen. Leg hem hier op je zij. Je hand steunt hier. Je onderste knie op de vloer. Je bovenste been strek je. En dan ga je je been liften. Yes, dus maak gebruik van de hele bewegingsruimte die je hebt. Probeer niet te ver naar voren te kantelen. Duw echt je schouder naar achter. Als je merkt dat je heel erg wiebelt, probeer je bovenlichaam goed in de bal te duwen. Om je borst goed te openen, doe je hand achter de oren. Trek je tenen naar je toe. En blijf pompen. We hebben nog 15 seconden te gaan. Als het goed is voel je een branden aan de bovenkant van je been en aan de achterkant bil. Dus blijf duwen. Zo pakken we de benen aan alle kanten mee. Goed zo, de laatste seconde. Dan hebben we natuurlijk ook een andere kant. Dus wissel van kant. Leg je bovenlichaam weer op de bal. Knie goed in de vloer. Leun over de bal heen. Zet hem neer. Zet jezelf in positie. Hand achter die oren, borst openen en dan gaat hij weer. Dus pompen met die benen, tenen naar je toe trekken, lichaam open houden. Het moet voelen alsof je echt aan een kauwgompje zit vastgeplakt aan de vloer. Het kost kracht om dat been omhoog te trekken. Je wilt liefst weer naar beneden blijven, maar je moet nog even door. We zitten over de helft. Dus blijf pompen, duwen. Net met de squat hebben we eigenlijk de hele benen al gehad. Met de hamstring curl, de andere kant, de achterkant. En nu met name de zijkant en een stuk bil. Dus hou vol. Blijf gaan. Niet opgeven. Het is pittig, maar we zijn er. Yes. Volgende oefening. Kom je liggen op je rug. Je trekt je knieën in. De bal pak je even op. Zorg ervoor dat je bekken goed kantelt. Eigenlijk afrollen van de rug. Zodat hij goed op de mat ligt. Leg de bal tegen je knieën tussen je handen. Nu ga je tegengesteld bewegen. Je strekt één arm en je strekt één been. En dan wissel je van kant.
Het is dus belangrijk dat je buikspieren op spanning staan, dat je onderrug op spanning staat. En hoe lager je je benen strekt, hoe zwaarder die is. Probeer hem vol te houden met gestrekte arm, gestrekte been. Hoofd en schouders mogen eventueel rusten op de vloer. Dat lukt bij mij niet, met de microfoon. Yes. Om en om strekken. Merk je nou dat dit te zwaar is? Tik hem dan even aan met de hak. Hoef je hem niet helemaal uit te strekken. Laatste beweging en klaar. Oké. Vervolgens gaan we naar de plank op de bal. Je legt je polsen op de bal. Eventueel de opties hier op de knieën. Doe die vast voor. Als je nou zegt, dit vind ik te makkelijk, dan lift je je benen. Duw je je billen naar beneden, je hakken naar achter en je houdt spanning. Je zult dan meteen merken dat er veel kracht op komt te staan. Je gaat een beetje wiebelen. Goed door blijven ademen. Trek die schouderbladen naar elkaar toe. Probeer niet die billen omhoog te brengen, maar juist naar beneden te houden. En de schouders hou je boven de ellebogen. Dus blijf doorademen. We hebben nog 15 seconden te gaan. Is het te veel, leg je knieën neer. En anders blijf je hem volhouden tot het einde. Je voelt hier heel goed die buikspieren en die rugspieren samenwerken. De benen doen ook mee. En los. Oké, even rust. De volgende is ook voor de buikspieren. Je gaat zitten met je polsen op de bal. Leun maar vast naar voren, dan kunnen we zo gelijk beginnen. We gaan de bal uitrollen, dus je rolt hem uit naar voren. Totdat je steun hebt onder die ellebogen en dan rol je weer terug. Dus maximale spanning op die buikspieren. Blijf ook schuin naar beneden naar de bal kijken. Probeer ervoor te zorgen dat je heupen niet doorzakken. Maar dat je je rug dus volledig recht houdt. Eigenlijk een mooie neutrale houding. Niet te ver doorzakken. Kies hierin ook jouw eigen tempo. En jouw eigen diepte. Als dit het is, dan is het ook voldoende. Als je meer wil, dan pak je hem gewoon wat verder. Als je er maar voor zorgt dat die techniek goed is. Yes. Volgende oefening. We gaan over 5 seconden beginnen met de laatste oefening. Als het lukt, zet je knieën onder je. Ga je op de bal liggen. Je armen strek je voor je. En die duw je vervolgens naar achter. Dus we pakken nu eigenlijk de bovenrug en een stukje middenrug. Dus je leunt helemaal over de bal. Armen naar voren en armen naar achter. Als het te veel is, dan blijf je alleen met die armen achter. Als je die armen naar voren brengt, wordt die gewoon wat zwaarder. Probeer er rekening mee te houden dat je, het is een korte beweging, maar dat je dus niet te ver naar achter wil strekken. Dan belast je je rug te veel. Dus duw uit, blijf doorademen, knijp die schouderbladen naar elkaar toe en adem in. We gaan door met ronde 2. We beginnen weer bij het begin. Kom staan. Pak de bal op. Haal een keer diep adem. En dan gaan we door ronde 2. Over 1 seconde. Je maakt een squat en je duwt de bal uit omhoog. Is het te veel, dan kun je de bal ook gewoon voor je houden. Als je het lastig vindt om de armen omhoog te doen. Let er weer op dat je knieën in één lijn gaan met de tenen. Duw die bal helemaal uit boven je hoofd. Duw die billen naar achter en zak zo diep als dat jij kan. Het is mooi als het lukt om tot kniehoogte door te zakken. Maar als dit hem is het ook voldoende. Je kunt dus meedoen op jouw eigen tempo. Met de materialen die jij tot je beschikking hebt. Nu je zo dit thuis op de bank doet of van de bank af. We hebben nog 3 seconden. Hou vol. Yes, dan gaan we weer liggen voor de hamstring curl. Achterkant benen. Leg de enkels op de bal. Kantel je bekken. Trek die navel in. Buikspieren aanspannen. Handen op de vloer.
En dan lift je je heupen. En dan trek je hem in. Als je de bal te ver naar je toe kan trekken, zorg ervoor dat je iets meer ruimte hebt. Goed blijven doorademen. Hou die buikspieren op spanning. Dat zal ervoor zorgen dat je niet te veel gaat wiebelen. Is het te veel, leg je neer. Hakken goed op de bal. En dan trek je hem zo naar je toe. Knieën dus weer richting jouw gezicht. En anders duw je hem op. En eventueel nog een extra puls bovenin. Dat je hem echt uitduwt als je er wat meer uit wil halen. Dus duw omhoog. Rol uit. Hupsakee. De laatste. En los. Alright. We gaan liggen op de zij. Voor de zijwaartse strekken van de been. Dus lig met je lichaam op de bal. Zet je hand neer. Knieën hier goed onder. Open je borst. En gaan we weer pompen. Yes. Hierin kun je je eigen tempo pakken. Maak wel een hele grote bewegingsuitslag. Dat is hoe we de oefening het meest op zijn best kunnen benutten. Dus blijf hem open duwen. Je merkt nou dat je heel erg gaat wiebelen. Duw jezelf echt goed in de bal. Hopsakee. En duw uit. Als je wil, ga je hem wat versnellen. Er zijn nog maar 15 seconden hebben we te gaan. Dus om nog net wat extra's eruit te halen, dan voel je echt die bil en dat been branden. Blijf die borst open houden. Probeer echt de kracht te putten uit je bil. Zijkant been. En rust. Rol de bal naar de andere kant. Haal een keer diep adem. Ga alweer klaar liggen. Zet je onderste been stevig neer. Duw je zij in de bal. Strek je bovenste been. En dan gaat hij weer de andere kant. 45 seconden lang. Net genoeg om je flink te laten verzuren. Mits je die grote bewegingsuitslag maakt. Dus duw op. Probeer je bovenlichaam zo stil mogelijk te houden. En het echt vanuit hier de beweging te laten gebeuren. Dus kom op. Je voelt nu ook al het been wat je net hebt gebruikt. Dus dat maakt hem extra pittig. Nog 15 seconden te gaan. Hou vol. Duw op. Misschien nog wat versnellen. Voor die laatste paar seconden blijft die tenen goed naar je toe trekken. En dan gaat hij aftellen in 3, 2, 1 en rol. Gaan we liggen op de rug. De dead bug. Weet je nog, de bal tegen je knieën en tegen je handen. Kantel je bekken, onderrug goed in de mat. En je gaat hem om en om uitstrekken. Dus tegengesteld, maak hem lang en trek in. Lang, lange benen, lange armen. Armen boven je hoofd. Benen boven de vloer. Strek ze helemaal uit. En deze wil je niet te snel doen. Dan verlies je de controle. En het gaat er juist om dat je continu spanning hebt op die core. Merk je dat je hem heel erg hol gaat trekken. Corrigeer jezelf dan even. Duw die onderrug in de mat. En ga weer verder. De optie is om hem te tikken met je hak naar de vloer, zodat je je been niet helemaal hoeft uit te strekken. Ook je hoofd en schouders mogen op de mat blijven. Alright. Dan gaan we planken. Haal een keer diep adem. Die buikspieren hebben het flink te verduren. Deze mag dus weer op de knieën. Zorg ervoor dat die ellebogen onder de schouders zijn. Hier kan je beginnen. En als je met me mee wil, dan zet je je teen in de vloer, duw je heup omhoog, je hakken naar achter en je probeert die elleboog onder de schouders te houden. Kijk schuin voor de bal uit, zodat je nek mooi recht blijft. Niet te veel spanning daarop creëren. Duw echt die hakken naar achter. Zo creëer je ook spanning op de beenspieren. En als je al die tijd al hebt meegedaan op je tenen en het wordt te zwaar, zet je dus simpelweg je knieën op de vloer. Zorg ervoor dat je schouders naar elkaar toe trekt. Hou die billen mooi laag. Blijven ademen. De laatste paar seconden gaan in. En dan zijn we er bijna. En rust. Alright.
laatste oefening. Balrod, laatste twee oefeningen, by the way. Plaats je polsen op de bal, knieën onder de heupen. Je rolt hem uit. Totdat je steun hebt onder die ellebogen en je rolt hem weer terug. Je rug is mooi recht. Buikspieren op spanning. Misschien heb je het gevoel dat de bal wegglipt. Dat maakt het een beetje spannend. Probeer hem dan ietsjes minder ver uit te rollen. Totdat jij de zekerheid hebt dat je de bal onder controle hebt. Sowieso is het niet verkeerd om hem misschien eerst wat minder ver te pakken. En voor de geoefende sporter onder ons kun je hem al wat verder uitrollen. Nog steeds die ruggenwervel netjes lang maken. Mooi recht houden. Blijven aanspannen. En dan zijn we er bijna. Nog een paar seconden te gaan. En de laatste. Rust. Oké. Even rust. Daarna ga je klaarzetten voor de laatste oefening. Je komt met je bovenlichaam op de bal liggen. Knieën zet je eronder. Stevig in de mat duwen. En dan gaan we voor het trainen van de rug. Hè? Dus je strekt je armen. We gaan beginnen. En duw hem naar achter. Zorg ervoor dat je niet te ver naar achter gaat. Je moet eigenlijk je ruggenwervel in één rechte lijn houden. Is het te zwaar om die armen mee naar voren te nemen, dan beweeg je eigenlijk alleen naar achter. En als het goed is, ga je dat tussen je schouderbladen voelen. En aan het midden van je rug. Voor die laatste paar seconden. Let's go. Blijf ademen. Nog eentje. En rust. We hebben twee rondes gehad. Als het goed is, ben jij net even zo moe als ik. En heb je een goed gevoel in deze training overgehouden. Want we hebben heel lekker gewerkt op de buikspieren, op de rug en op de benen. En zo kan je zien dat je eigenlijk in een korte tijd gewoon heel veel kan doen. Met of zonder materiaal. Dus hou ons in de gaten voor alle nieuwe filmpjes. En deze kun je altijd combineren met een van de andere filmpjes. Dus leuk dat je meedeed en succes!